Dan, als een burgemeester thuiskomt na een weekje besturen van de stad, wat wordt er dan besproken aan de keukentafel? We zien vaak veel van voor de schermen, maar wat speelde zich achter de schermen af in het leven van een burgemeester, van een wethouder of een raadslid? Dat vroegen Willem-Jan Velderman en Tom Morsink zich af en ze maakten daarover een podcastserie aan de keukentafel of het keukentafelgesprek. Willem-Jan en Tom, welkom. Dankjewel. Tom, we zagen jou een keer eerder hier. Toen ging het over eenzame jongeren. Heb je ook een podcast van gemaakt? Wat is dat met jou, een podcast? Ja, dat is toch wel een heel mooi middel om gesprekken en verhalen op te halen, moet ik zeggen hoor, Niels. Ja? Ja, ik vind dat echt superleuk om te doen. Het blijkt. Het is natuurlijk aan de luisteraar of het wel of niet een succes is. Maar ik vind het in ieder geval leuk om te doen. Lekker in alle rust praten met iemand. En in dit geval aan de keukentafel. Bij wie begon het idee dan? Ook bij jou, Tom, of niet? Voor deze podcast? Willem-Jan en ik leerden elkaar, ik denk, een jaar of drie kennen. En ik ben natuurlijk iets meer van mens en arbeid. En Willem-Jan is iets meer van openbaar bestuur. En dat heeft eigenlijk erin geresulteerd dat wij samen die podcast zijn gaan maken. Ja, we hebben ook wel eerder wel gesprekken samen bijvoorbeeld gedaan. We hebben bijvoorbeeld bij 1Twente hebben we ook wel eens in Hengelo dan samen radio gemaakt. En volgens mij ook wel met de slinger bijvoorbeeld gesprekken samen gedaan. Dus we zijn ook wel een beetje, denk ik, wel op elkaar ingespeeld. Ja, want je zei het al, want jij hebt bestuurskunde achtergrond en jij mens- en arbeid achtergrond, Tom. Ja. Wat willen jullie dan precies met zo'n podcast bereiken? Want je gaat met bijvoorbeeld Wilmien Haverkamp van Tuberg aan tafel zitten. Je praat met haar over koetjes en kalfjes, weet ik niet. Wat wil je ermee? Koetjes en kalfjes wat minder, denk ik. Ik denk dat we vooral willen laten zien van, wie zijn zij als persoon? Dat willen we laten zien, maar ook van wat brengt het ambt? Wat vraagt dat nou eigenlijk? Je bent burgemeester, is dat nou bijvoorbeeld echt alleen maar die lintjes doorknippen? Of is dat nou ook heel veel meer? En volgens mij is dat ook heel veel meer. Dat vertellen de burgemeesters, wethouders en raadsleden wel. Maar volgens mij is het, wat ik nog wel toffer vind, is dat iedereen ook daarin wel zijn hele eigen stijl heeft. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld heel klassiek en op details. Maar sommige zijn bijvoorbeeld ook heel open-minded. Stellen juist veel gelegenheid aan inwoners, aan maatschappelijke organisaties. Ze zijn zelf ook heel erg open voor feedback op hun eigen functioneren. Mm-hmm. En wat dat betreft is het ook gewoon een hele normale baan eigenlijk. Ik denk dat we dat er ook wel mee willen laten zien. Ook om zo misschien, jonge mensen willen, is ook wel een doel om die in ieder geval wat enthousiasme terug te maken over dit vak. Want we denken dat... Om eventueel zelf ook te kijken of je geschikt zou zijn als eventueel een nieuw raadslid of wethouder of wat dan ook. Ja. Waar komt het enthousiasme vandaan dan voor deze politieke zaken? Het enthousiasme voor deze politieke zaken komt voor mij persoonlijk in ieder geval naar voren, omdat ik eigenlijk de wereld onvoldoende ken. Dus ik ken die wereld eigenlijk niet. Hè. Ik zie wel die mensen in de media verschijnen. Ik zie de mensen in de krant. Wie zijn die mensen eigenlijk achter die ambten of functies, zou je kunnen zeggen? Dat is voor mij maakt heel erg nieuwsgierig. En we zijn er eigenlijk ook wel achter gekomen dat het net mensen zijn. Een voorbeeld daarvan zien we, of horen we eigenlijk, moet ik dan zeggen, in een podcast natuurlijk. In het gesprek wat jullie hadden, ik noemde hem al even, met de burgemeester van Tuberge, Wilmien Haverkamp. Ze heeft het daar op een gegeven moment over heilige momenten. Misschien kunnen we daar even een fragment van luisteren. Moet ik nou altijd maar paraat zijn? Want het is natuurlijk, ik heb ook eigenlijk toen gezegd, ik had altijd piket. Altijd 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ik heb nu ook met de eerste loper de afspraak dat hij de piket 1 dag in de week overneemt, zodat ik 1 dag gewoon niet aan hoef te staan. Betekent dat bijvoorbeeld ook iets dat je lekker wandelt of een keer een stuk fietst in Vassen, maar dan kun je fantastisch mooi fietsen? Ja. Ik heb nu ook wel gewoon een bepaalde moment geblokt. Dat noem ik heilige momenten, om het zo te zeggen. De woensdagochtend is mijn ochtend. En dan moet echt wel iets belangrijks zijn, wil er iets tussen komen. Zij laat hier iets zien, Tom, van dat menselijke wat je zegt. Ja. Ook dat zij dus iemand is die in enthousiasme, en die mensen kennen we allemaal, misschien zijn we het zelf ook wel, altijd maar ja zegt. Ja. Maar dat ze moest afgeremd worden ook als burgemeester. Ja. Ja. Is dat iets wat je... Want je hebt nu 7 mensen gesproken. Ja. Hebben dit soort politici dat gemeen? Ja, dat denk ik wel. Je hoort dat mensen... En dat is ook eigenlijk iets waar Willem-Jan en ik vooraf nieuwsgierig naar zijn. Van hoe doe je dat nou privé-werkbalans goed combineren? Dat is natuurlijk een hot item nu. Maar mensen die dergelijke functies hebben, die moeten ook wel. Dat is wel iets wat duidelijk naar voren komt. Echt goed afbaken in de agenda van dit is het moment met de kinderen, met het gezin. Dit is het moment waarop ik even een stukje ga wandelen. Dus daar zijn we wel achter gekomen, ja. Ja.
denk ook in de podcast van aankomende vrijdag is met Patrick Welman. Hij geeft bijvoorbeeld daar ook wel heel erg een reflectie op. De burgemeester van Oldenzaal. Burgemeester van Oldenzaal en hier in Enschede lange tijd wethouder geweest. Hij geeft bijvoorbeeld ook wel aan van dat hij op een gegeven moment op bepaalde momenten voor zichzelf erachter kwam van ja, oké, nou moet ik eventjes pas op de plaats maken, zeg maar. Wat meer tijd voor mijn gezin maken, gaf hij volgens mij aan. Ja. Maar volgens mij is fietsen ook wel een gemene delen. Volgens mij houden veel bestuurders ook wel van fietsen. Ja. Dus misschien moet ik... Nou, dat is Onno van Veldhuis, de burgemeester van Enschede, heeft dat ook wel eens verklapt, dat hij een fervent fietser is. Ja. Ja. Maar sportief dus ook vaak. Ze fietsen het van zich af. Ja. Dat zeg je heel mooi, Niels. Ja, dat is wat ze doen. Ja. Ja. Wat ik ook nog wel een mooie vond, is dat jullie noemden een soort van toneelmetafoor. Hè? Op het toneel heb je een plek voor de coulissen, op het podium, in de coulissen en achter de coulissen. Dat is eigenlijk die metafoor, die grijpt mij al een hele tijd aan. Dat is de toneelmetafoor van Goffman inderdaad. Een socioloog is dat eigenlijk. En die zegt inderdaad, ja, je hebt onsteeds op het toneel heb je een domein en je hebt achter de coulissen een domein. En dat is eigenlijk ook wat we min of meer met die keukentafelgesprekken proberen te symboliseren. Hey, wat gebeurt er nou na een week hard werken bij die burgemeester of bij die wethouder of bij het raadslid thuis? En waar gaan die gesprekken dan over? Dat is eigenlijk, ja, die gaan. Kun je er iets van verklappen? Ja, we gaan zo over, Willem-Jan. Het verschilt wel. Het is een beetje een flauw antwoord, maar het is wel echt zo. Sommige mensen kiezen er echt voor om gewoon thuis helemaal niet meer over het werk te hebben. Nou, sommige wel even de lastige momenten. Want als burgemeester, naar Willem Havenkamp hoorde je net over piketdienst. Dat zijn natuurlijk niet vrolijke meldingen. Mm-hmm. Nou, dat kan best wel impact hebben. Maar je mag daar eigenlijk niet over spreken. Dat is ook wel lastig, hè? Dat je thuis daar eigenlijk niet over kunt hebben. Maar je hebt genoeg andere nare dingen helaas ook wel, wat je even van je af moet praten. Maar ook heel veel positieve dingen. Want dat is volgens mij ook wel een gemene delen tussen al die bestuurders. Ze zijn heel erg enthousiasmerend voor de gemeenschap waarvoor ze werken. En dat geeft hun echt de meeste energie. En dat maakt denk ik ook dat ze heel erg graag ja op die dingen zeggen. Nou, dat vroeg ik me dus ook wel af. Want je zei al, het doel van die podcast is ook wel om te kijken van of je jongeren misschien wel of ouderen bereid kan vinden voor het politieke vak. Maar ik denk dat heel veel van die politici hebben het toch ook wel soort van al in zich. Zelfs zijn die ook ooit enthousiast gemaakt. Want vaak zijn dat van die buffels die al van de jongs af aan in de jongerenvereniging van het CDA zitten of wat dan ook, toch? Ja, degene die wij gesproken hebben tot nu toe denk ik wel. Maar dat zegt ook wel iets, denk ik, hè, over beleid van scholen of van een gemeente of wat dan ook. We hebben denk ik ook best wel een aantal wethouders gesproken die bijvoorbeeld op de middelbare school aan debatwedstrijden meededen. Nou, Tom en ik hadden het er zelf over in het gesprek met Arjen Gerritsen. Wij hadden dat volgens mij niet zo heel actief op school. Nee. Dus ja, je moet er ook maar een beetje mee in aanraking komen. Dat is het ook wel. Ja, en we hebben nog een wethouder in Hengelo gesproken, Bas van Wakeren. En die gaf weer aan van ja, ik zie het toch een beetje als mijn laatste kunstje, hè, voordat hij met pensioen gaat. Ja. Altijd gewerkt, ik geloof in het ziekenhuis en als manager. En die had echt zoiets van, goh, echt een voorrecht om nog zo'n job te doen. Nog een keer een bestuurdersrol te hebben. Ja. In plaats van een rol als manager in het ziekenhuis. Zaten jullie ook trouwens echt bij die mensen aan de keukentafel? Is dat het echt het... Nee, willen we wel. Ja. Alleen het is nou coronaproof gewoon niet echt te doen geweest de afgelopen tijd. Het liefst willen we wel echt fysieke keukentafelgesprekken voeren. Maar nee, we hebben dit allemaal online gedaan. Ja. En dat gaat eigenlijk wel goed. Ja. Ja, dat gaat goed. Want in feite, ik weet niet wat voor op. Zijn jullie daar? Want jij maakte eerder al een podcast. Ja. Maar in feite is het een soort van hobbymatig ding, denk ik. Hè? Want, en wat ik me daarin ook wel afvroeg, is zijn deze mensen dan allemaal zo snel bereid geweest om mee te doen? Hoe hebben jullie dat eigenlijk aangepakt, Tom? Ja, eigenlijk, we hebben de taken een klein beetje verdeeld. Willem-Jan is wat meer de technicus en ik mocht de mensen vragen of zij bereid zijn om mee te doen. We kregen eigenlijk van iedereen wel direct een definitieve ja. Niet direct een verklaring voor waarom iedereen zegt van goh, ja, graag, dat doen we aan mee. Ik weet wel dat ze het heel cool vinden dat we als doel hebben natuurlijk ook om jongeren te enthousiasmeren. Ja. Dat het heel belangrijk is. Maar de andere vraag is ook weer waar, van ja, waarom zouden ze nee zeggen? En dat is... Misschien ook wel een vraag. Ja, misschien een drukke agenda, maar ze wouden hier tijd voor maken. Ja. Volgens mij vindt men ook wel het een leuke insteek. Dat het inderdaad... we hebben gewoon een wat andere insteek. Het gaat meer over de persoon zelf en over hoe politiek als werk ook is. En wat, vooral wat Tom zegt, knetter enthousiast om jonge mensen daarvoor te enthousiasmeren door dingen te delen. Meeloopdagen worden bijvoorbeeld ook aangeboden tijdens de podcast. Dus
Lijkt me leuk om bijvoorbeeld met Arjen Gerrits een dagje mee te lopen, toch? Ja, dat is altijd interessant, vooral als je zo'n vak hebt. Ja. Het keukentafelgesprek is te vinden op Spotify, andere podcastmedia ook? Ja, ook Apple, Google Podcast, eigenlijk alles wel. En het keukentafelgesprek.nl. En dit staan al 2 online en er komen er nog 5 bij in dit seizoen, geloof ik, hè? Nog veel meer. Nog veel meer zelfs. Ja. Elke week 1? Ja. Welke dag? Donderdag of vrijdag gaan we nog even over. Oké. Willem, Jan en Tom, dank jullie wel. Dank veel plezier. Ja, dank je wel.